In deze nieuwsuitzending gaan we weer Bijbel lezen. En we, dat is dan ik, zei de gek, en Jurk Kliesman. En we gaan hem oppakken bij Genesis 3, vers 7. En we hebben alle voorafliggende versen, tot en met helemaal het begin, Genesis 1, vers 1, die hebben we al gehad. Dat heeft ons 5 uur gekost. Ruim 5 uur. Maar als eerste heet ik van harte welkom Jurk. Dag Jurk. Ja, dag Perry. Bedankt dat ik er bij mocht zijn en dat je mij nog een keer uitgenodigd hebt om een volgende lezing in de Bijbel te gaan doen. Het is al een tijdje geleden, maar niet dat je denkt dat ik ondertussen niks gedaan heb. Ik ben begonnen met Brett Norman dat boek te lezen wat wij ons voorgenomen hebben om als gemeenschappelijk project te gaan doen. Codeword Babylon, 666 Danger in the Vatican. Met de ondertitel The Sons of Loyola and Their Plans for World Domination. Van P.D. Stewart, een boek van, als ik niet mis ben, van 2006. Kleine 550 bladzijden groot. Zo. En de eerste van 2 banden, want de tweede band is Cold World Babylon. The Antichrist is a Woman, Alive and Well. Speelt dan natuurlijk dus in Antichrist is a Woman, dat de Antichrist de kerk is. En kerk in Bijbelse terms is een vrouw. Ja. Vandaar is een woman. En we hebben een stuk of 9 afleveringen tot nu toe gedaan. Vind ik heel schoon. Die kun je op Brett zijn kanaal gaan bekijken. Niet op de mijne. Daar heb ik dat nog niet gedaan. Daar loop ik achter. Ik loop wat vertraging op. Oh, en hoe heet dat kanaal van Brett ook alweer? Voor de kijkeraars? Brett Norman. En ik kan je... Oh, daar is een geruis in de leiding. Hoorde jij dat ook? Nee. Hier gaat het goed. Alsof dat er een regen is of zoiets. Heel harde storing hoor ik hier bij mij. Oh, als dat niet vanzelf weggaat, dan gaan we even de verbinding verbreken en dan bel ik je gelijk opnieuw. Daar hoeven we de opname niet voor te stoppen. Maar, mij stoort het niet. Die vraag is van hoe dat die mensen dat horen die die video straks kan bekijken. Nee. Nu is het al een beetje minder geworden. Ja, hier heb ik helemaal niks. Je komt normaal door. Ja. Loud en clear, zoals de Amerikanen zeggen. Ja, hier heb ik dat dus wel. Uh-huh. Weet niet hoe dat komt. Brett Norman noemt, zijn YouTube-kanaal noemt Brett Norman. Maar ik kan je eens een keer die link kan sturen en dan kun je die in de beschrijvingsbox van die video mee bijzetten. Hij publiceert momenteel ook mijn boeklezing van Martin Luther, Against the Roman Papacy, an Institution of the Devil. Dat boek heb ik een paar dagen geleden uitgelezen en de laatste video geproduceerd, dus dat is ook al gedaan. Maar ja, waar ik eigenlijk op neer wil is van, wij zijn dus hier naar Genesis 3 aangekomen, na enkele uren. En mij maakt dat niet uit hoe lang dat duurt, Perry. Ik vind persoonlijk, Bijbelstudie meet men niet met de tijd die men daarin steekt. Maar helemaal met je eens, ja. Met de herkentenis die men daaruit wint, ja. Want daar gaat het uiteindelijk over. Nu, nadat we onze laatste zending gedaan hadden, waar we Genesis 3, 1 tot en met 7 gelezen hebben, heb ik een Bijbelstudie gehad met Tom Fress over Efeser kapitel 5 en 6. En daar zijn enkele dingen aan bod gekomen waar ik zei van, kijk, ik heb een verkeerde opvatting gehad in verband met wat Adam aangaat over zijn fout, hoe dat hij in de zonde gegaan is. En ik wil dat eventjes eens een keer gaan rechtzetten. Heel graag. Wij lezen dus in het begin van kapitel 3 dat de vrouw verleid wordt door de slang in de tuin, ja, in de Garten van Eden. En dat zij, omwille van dat de slang Gods bevel in vraag stelt, zich laat verleiden om van die fruit te eten. Ja, mensen denken altijd dat is een appel, maar... Dat woord appel komt in de Bijbel in dit deel van het boek helemaal niet voor. Het is een vrucht. En als we Alexander Hislop, The Two Babylons, lezen, dan leren we dat het waarschijnlijk een granaatappel kan geweest zijn. Maar dat is geen gewone appel. Maar zwart, dat is de punt niet. De punt is van zij eet en ze geeft aan hem en hij eet ook. Ja? En dan hebben we afsluitend gelezen, and the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together, and made themselves aprons. Dat is vers 7. Ja? En ik heb altijd gezegd van dat Adams zondeval was, dat hij bij wijze van spreken een platvloms gezicht achter zijn pik aanloopt, in plaats van
achter zijn heer. Mm-hmm. En dat men zijn vrouw volgt in plaats van zijn vader. Mm-hmm. En ik heb dat begrond daarmee om te zeggen dat we in Genesis 2 vers 23 lezen. This is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of man. Therefore, in verse 24, shall a man leave his father and his mother and shall cleave unto his wife and they shall be one flesh. En dat is uiteraard de reden van een huwelijk. Ja? Ja. Sorry Perry, dat geruis is vreselijk hier aan mijn kant. Ik weet niet waarom dat jij dat niet hoort. Maar... Oké, dan ga ik je nu even ophangen en bel ik je gelijk terug. Tot zo. Kijk of dit beter gaat. En hoe is die zo, Jurk? Ja, nu is het weer normaal, gelijk het begin. Mooi zo. Nu hoor ik niks niet meer, geen geruis. Oké, dat is prima. Dus ik was blijven staan hier in vers 24 van Genesis 2. Ja? Mm-hmm, mm-hmm. En ik heb dus in feite altijd gezegd, op zijn platvlaams gezegd, dat hij zijn pik naloopt in plaats van naar zijn vader te gaan luisteren. Maar het is in feite anders. Het zit zo, en dat is dus een erkentenis die ik gewonnen heb door verdere Bijbelstudie, zelfs zoals ik gezegd heb in het Nieuwe Testament, in het boek van Efezer, dat de fout was dat Adam zijn vrouw niet gered heeft. En dat is juist wat Jezus Christus wel gedaan heeft. Mm-hmm. Het gaat niet over vrouw volgen of zo. Het gaat daarover van Jezus Christus is aan het kruis gegaan om voor onze zonde te sterven. Mm-hmm. Ja? En nu begint dat geruis weer al. Ach nee. Ja. Komt er zo ingesluipt. Ik weet niet hoe ik dat best kan gaan vertalen. Jezus Christus is aan het kruis gegaan om voor onze zonde te sterven. En hij is dus tussen gekomen. Tussen de duivel, zijn verleiding. Mm-hmm. En Christus zijn bruid. Want wij, de kerk, mm-hmm. zijn de bruid van Jezus Christus. Mm-hmm. En hij is voor zijn kerk, voor zijn bruid gestorven. Mm-hmm. Ja? Jezus Christus sterft niet voor die verdoemde, hij sterft voor die geredde, ja. Om die te redden. Ja. Ja? Dat is een onderscheiding gemaakt. En dat is wat Adam dus verkeerd deed. En daarom is de zondeval van Adam geweest. Hij heeft zijn vrouw, hoe moet ik dat zeggen, beter onder controle moeten hebben, bij wijze van spreken. Hij had voor haar moeten instaan. En niet haar ook nog volgen daarmee bij. Dat is misschien een beetje moeilijk om uit te leggen, maar in de Bijbelstudie die ik met Tom gedaan heb, was het heel duidelijk. Ik kan het nu moeilijk overbrengen, maar ik wil gewoon aan iedereen die hier naartoe luistert duidelijk vragen van, lees zelf de Bijbel en lees die verschillende boeken, maakt niet uit of dat Nieuw of Oud Testament is, ook een keer door elkaar en cross-reference en je zult zien dat je, als je dat doet, dat je herkentenis wint in dat opzicht. En mij is dat dus in dit geval gelukt, om daar een andere kijk op te gaan krijgen. Dus ik zie Adam nu een beetje anders en ik zie wat Jezus Christus gedaan heeft in een duidelijker ander licht als daarvoor. Ja. Wilde jij met dat geluid, ik heb constant dat geruis in mijn oor, wilde jij daarmee doorgaan of zullen we via VC of zo opnieuw opstarten? Dat kunnen we ook nog doen, ja. Je kunt die opname laten lopen, maar via VC gewoon verder gaan. Hè? Ja. Ik hoop dat ik hem nog heb. Ja, ik heb hier een VC. Ja, ik heb het ook nog altijd. Hè. Als je daar begint, dan ben ik het direct. Maar... Oké. Dan ga ik nu even Skype stoppen, want ik weet niet of mijn Mac anders in de war raakt wanneer twee programma's de audio gaan pakken. Tot zo. Jo. Wie is de bald? Nou, kijk of dit goed gaat. Dan gaan we naar Jurk bellen. En dan chat. Call. Nou, is ook gezellig. Ik hoor Jurk niet. Oké. Okay. Remind me later. Nou zeg.
Het geluidje is leuk wat je erbij hoort. Het is weer heel anders dan met Skype. Nou, die is unable to take your call. Nou, dan gaan we even terug naar Skype. Zo, niet opgeven, we maken het uit. Ja, ik probeerde je te bellen. Maar er kwam geen contact. Ja, probeer het nog eens een keer. En dan ga ik het nou dwars overheen doen. Even kijken hoor. Zo eroverheen. En doe ik nu call. Ja, dan krijg je er twee binnen. Oké. Okay. Ja, gaan we even kijken hoe dit afloopt. We hebben in ieder geval samen nog contact. Nou, camera, dat is prima. Voilà. Skype is niet gaan afsluiten met dat geruis. Nee, ik was blijkbaar in VC niet meer aangemeld. Maar ja, dat was omwille van dat mijn PC hier al afgesloten was. Oké. En je hebt nou... Die mij die nieuwe gegeven heeft, die teruggegeven heeft. Dus ik heb eventjes ingelogd. Normaal gezien ben ik altijd ingelogd. Oh, was dat? Ik ingelogd. Ja. En nu ben ik hier op VC. Dus dat gaat zonder problemen. De audio is hier prima. De audio is hier prima. Hier is geen geruis en niks. Maar op Skype, ik weet ook niet waarom. Ach, dat kan zijn, maar ergens met een overbelasting. Iedereen gebruikt het, maar... Ja, maar ja. Ja, en dan gaat het... alles is maar zo groot, hè. Je kan geen 5 liter melk in één pak stoppen. Gaat er iets overstromen? Nee, maar ik vind het toch vreemd wat de laatste tijd allemaal zo gebeurt. En dat gelijk die dingen ook. Ik heb een video opgeladen... In september 2016, het eerste kapitel van het boek Behind the Dictators van Leo Herbert Lehman, met de titel Jesuits, Jews and Freemasons. Dat is 15.000 keren bekeken en ineens word ik door de YouTube community geflagged. Bij wijze van spreken dat mijn video een inappropriate content heeft. Dat is, weet ik niet hoe je dat in Vlaams zegt, dat moet ik eerst een keer gaan vertalen. Inappropriate content. Ja, inderdaad, als je in zijn Engels zit, weet ik het even ook niet meer, hoor. Niet passend inhoud. Niet passend. Bij wijze van spreken, beledigend voor sommige mensen of dergelijke dingen meer. Ja. Sorry, hè, dat is gewoon de boeklezing van een officieel gepubliceerd boek. Ja. Behind the Dictators van Leo Herbert Lehman. En die titel, ja, die schrikt misschien een paar mensen af. En schrikt misschien ook een paar mensen af, dat ik er de Wahrheit over de Joden zeg, die niet die Wahrheit is, die meesten graag willen horen. Die altijd veel dingen aan de Joden verwijten, die aan hun niet te verwijten zijn. Maar wat? In elk geval, na 15.000 kliks en bijna anderhalf jaar online te zijn, krijg ik een community strike over die video. Die is in ene keer niet meer opvindbaar. Die wordt niet meer aanbevolen aan de zijkant. Je weet, als je YouTube kijkt, heb je aan de rechterkant altijd aanbevolen video's en zo. Dus die verschijnt niet meer officieel. En als je op die link klikt om dat video te gaan kijken, omdat dat bijvoorbeeld in de playlist zit van bij mij of zo, dan krijg je een waarschuwing of dat je ook verder wilt gaan, want het is geflagged van de community. En weet je waarom ik dat zeg, Perry? Nou? Omwille van dat mij dit heel zwaar herinnert aan de Inquisitie. In de Inquisitie kregen die mensen die voor het tribunaal van de Inquisitie moesten verschijnen. Ze kwamen niet te weten A, wie hun aanklager was en B, van welke punten ze überhaupt aangeklaagd werden. Ja, geweldig, hè? Dat heeft ja later daartoe geleid dat wij met de zogenoemde bevrijding, hè, tijdens het protestantisme en zo, dat we dan nog eens een keer wisten van, als we voor gerecht gesleept worden, dan moeten we de mogelijkheid hebben om ons te verdedigen. We moeten weten wie ons aanklaagt en van welke punten wij aangeklaagd worden. Dat was tijdens de Inquisitie nooit het geval. Dat moet man een keer weten. Dat is geschiedenisachtig vastgehouden. Dat is geen geheim. Ja? Maar dus met deze YouTube-dingen is dat ook zo. Ik kreeg dan een e-mail van, je kunt een verweer indienen hier tegen. Ja, ik heb dann da eine hele Blattseite geschrieben, ich copy-paste das da dann hin und da verschijnen ungefähr die ersten 50 Worte. Und das war's. Ja, wie kann ich mich dann verteidigen? Als ich noch nie eens weet, wie mich anklagt und was er precies anklagt, von was ich in dem Video so gesagt habe, was nicht zupassend ist. Ja. Verstehe? Ja. Aber das ist für mich ein heel deutlich Teken, dass wir an Teile kommen, weil die Däumschrauben straffer gesetzt worden. En dat we meer en meer vervolging zullen ervaren als wij diegene zijn die de onverdoezelde waarheid spreken. Ja. Een beetje gelijk
dat wat George Orwell, Eric Arthur Blair, gezegd heeft. Mm-hmm. The more a society drifts from the truth, the more it hates the one who speaks freely of it. Ja. En dat herinnert mij daar heel, heel sterk aan. Ik weet niet hoe jij dat ziet, maar ik vind dat er ook eens een keer iets belangrijks om een keer over te gaan spreken. Mm-hmm. Ik heb daarop ook in een video van mij, in een Duitse video, dat is de laatste dan met Lena, die ik op 31 december denk ik omhoog geladen heb, mm-hmm. heb ik ook gezegd tegen die mensen, ik zeg van, als jullie dan mijn werk, en een werk gelijk dat van mij, wat je misschien ook nog op andere kanalen vindt, ik weet niet waar, maar wat, mm-hmm. Als je dat belangrijk vindt, zorg ervoor dat je dat, als we dat geüpload hebben, dat je dat downloadt. En dat je daarvan een copy op een externe schijf of zoiets bijhoudt, mm-hmm. dat je dat voor toekomstige referenties kunt hebben. Mm-hmm. Wie weet hoe lang dat wij nog het internet vrij kunnen gaan gebruiken? Wie weet hoe lang dat wij nog die dingen gelijk ik daaruit brengen, mm-hmm. deze dingen überhaupt nog kunnen uitbrengen, voordat ons de mond gesnoerd wordt? Ja? Ja, en wat ik mij ook afvraag, waarom is dat allemaal gratis? Want YouTube is gratis. En dan wordt er gezegd, ja, dat zijn de reclameopbrengsten, hoor. Dan denk ik, echt waar? Want ik heb al, ik weet niet hoeveel, dat gaat boven de gigabytes, heb ik geüpload. Dat staat allemaal ergens op een harde schijf in de Ardennen. Want daar zit een heel groot informatica-centrum. En bij Delfzijl hier. Want in Delfzijl, daar wordt aluminium gesmolten. En dat doen ze met elektra. Dus daar heeft de industrie een apart contract met de overheid dat ze heel goedkoop stroom af kunnen nemen. Dus daar staan ook die machines allemaal. Maar die machines zijn aangeschaft. Dat kost een vermogen. Per dag alleen al aan stroomverbruik. En harde schijven die kapot gaan en die dubbel gedinges moeten worden. En dat is allemaal voor niks, voor gratis. Dan denk ik, ja, net als een restaurant. Van hier mag je gratis eten. Dan denk ik, waarom? Wat zit erachter? Nou ja, het wordt ons gratis gegeven. Nou, dat is ja niet correct. We moeten voor het internet betalen, voor een internetverbinding. Ja, okay. Bij mij thuis dan nog in elk geval. Dus als ik wil genieten van deze dingen en ik moet mijn toegang krijgen tot het internet. En daar komt de volgende casus knactus of interessante punt. Mm-hmm. In de toekomst gaat het zo zijn, en dat is niet een profetische wijszegging, maar dat zijn veel feiten die daarop kan duiden. Dat als je op het internet wilt, dat je moet identificeren. Momenteel mm-hmm. identificeer je met je IP-adres. Mm-hmm. Ja? En je hebt nog altijd de mogelijkheid ook om anoniem te surfen op het internet. Ja, klopt. Ze zijn al begonnen met, ik weet niet hoe het in Nederland zit, maar in België. Mobiele telefoons, mm-hmm. mobiele telefoonnummers moeten nu gekoppeld zijn aan een naam en een adres. Je kon vroeger in de supermarkt gewoon een callcard kopen met een telefoonnummer en niemand wist wie je was, bij wijze van spreken. Je had die telefoonnummer en kon dat gebruiken. Mm-hmm. Ik heb nog zo'n dingen hier liggen, want ik heb mijn telefoon een paar jaar geleden gekocht, 2 of 3 jaar geleden met een Nokia. Mm-hmm. En daar was een promotie bij van 5 euro met een extra simkaart met een eigen telefoonnummer. Ik heb dat nog altijd niet gebruikt, dat ligt nog altijd rond. Maar dus dat kan ik nu al niet meer gebruiken volgens mij, omwille van dat die wet veranderd is. Mm-hmm. En je moet je qua persona bekendmaken als je dat wilt gebruiken. Dat je dus geen anonieme telefoons meer hebt. Ja? Ja. En datzelfde hebben we met internet. Je hebt bijvoorbeeld internetcafés of dergelijke dingen meer. Daar weet uiteraard diegene die dat controleert, de NSA en weet ik veel welke maatschappijen allemaal, dat deze computers daar in dat internetcafé staan, maar wie daar nu van persoon op zit, dat weten ze bij wijze van spreken niet. Mm-hmm. En dat gaat ook allemaal afgeschaft worden. Wat gaat komen, is een toegang tot het internet die gecontroleerd wordt via uw biometrische gegevens. Is dat een vingerafdruk? Is dat het uitlezen van uw iris, van uw oog, bij wijze van spreken, of wat dan ook is het? Je krijgt later geen toegang meer tot het internet, als je deze dingen niet toestemt. Ja? Onze maatschappij gaat in die richting. Ja, kunt je nu zeggen van dat is niet waar, dat maakt mij niet uit, je zult het wel zien, de toekomst zal het uitwijzen. Ik zeg je dat het in die richting gaat. En ik heb het nu niet over jou die dat betwijfelt, maar over mensen die naar deze video gaan luisteren eventueel. En dus momenteel is het
zoals jij zegt, gratis. Ja, maar ik betaal per maand toch een kleine 40 euro voor mijn internettoegang. Ja, dat heb ik ook. Gratis is het niet, die programma's. Maar je mag gratis op het internet allerlei websites opzoeken. En die mensen die daar een website-server hebben draaien, ja, die moeten dan wel betalen voor hun server, maar het is anonieme toegang. En dat is je verbinding met het internet. Daar moet je het denk ik wel voor betalen. Want ik heb hier in mijn woning ook echt een kastje van online, daar zit ik bij. En de kastje is van die maatschappij. Ja, dat krijg ik, daar moet ik wel voor betalen. Waar ik het over had, was YouTube. Je mag dus maar even filmpjes uploaden en muziekjes erbij. Ja, maar je bent toch door de identificatie van je internet-ID-nummer, zijn je toch bekend aan YouTube wie dat is. En je kunt op YouTube, dat een onderdeel is van Google, niks opladen als je geen Google-account hebt. En in je Google-account geef je persoonlijke data bekend. Ja. En je Google-account wordt geverifieerd door YouTube als je video's langer dan 15 minuten wilt opladen op basis van je telefoonnummer. Dus je moet je mobieltelefoonnummer bekend geven ook. Dus ze weten wie dat je bent. Ja. Die enige manier hoe dat je op YouTube onbekend kunt gaan rondturven, is als je niet ingelogd bent in een of ander systeem. Maar dan kun je ook geen duimpjes afgeven. Klopt. En dan kun je ook geen commentaar geven. Klopt. Dus, ik snap je punt ergens niet. Nou, het eerste, wat wilde ik net al zeggen. Er is een tijdje terug geweest, er was er een opstand in Egypte. De Arabische lente of zo, hè? Ja, een van die revoluties, dat die kleurenrevoluties of bloemenrevoluties of wat dan ook. Ja, precies. Ja. Nou, en toen hebben ze het internet uitgegooid. En toen ontdekten ze zoveel maatschappelijke problemen in die zin dat monteurs die de riolering gaan repareren, ja, die hebben ook geen internet meer. En toen hebben ze als de sodemieter, hebben ze alles weer moeten activeren. Want ze wilden het internet uitzetten om een maatschappelijke onrust te voorkomen. En ze veroorzaakten ermee dat die maatschappelijke onrust kwam. Gewoon doordat het toiletpapier niet meer geleverd kon worden. En supermarkten, je kent het allemaal wel. Want elke business die werkt met internet. Nou ja, kijk, zo dingen zijn vroeger ook zonder internet gelopen. We kunnen nog altijd zonder internet lopen, maar de mens doet altijd moeilijker als hij een stap terug moet zetten in plaats van als hij een stap voor gaat zetten. Ja. Wij zeggen vandaag de dag, wij kunnen zonder onze mobieltelefoons niet leven. Sorry, tot 1996 heb ik nooit een mobieltelefoon gehad. Ik was toen 30 jaar, ik heb die eerste 30 jaar perfect zonder mobieltelefoon kunnen gaan leven. Ik was vertegenwoordiger. Ik ben naar een openbaar telefoon gegaan, heb naar de firma gebeld of naar de klant gebeld als ik zijn adres niet gevonden heb of wat dan ook. Ja, vandaag de dag vind je buiten zelfs geen openbare telefoons niet meer. Ja. Omwille van dat iedereen bij wijze van spreken een mobieltje heeft. Maar je kan op andere manieren ook communiceren. Hè? Het gaat altijd. Hè? Die vraag is of dat je dat wilt, of dat je bereid bent om bij wijze van spreken comfort op te geven. Ja. Om terug naar meer eigen zekerheid te gaan. Minder zekerheid volgens dat u voorgesteld wordt. Hè? Je hebt toch die bekende spreuk van die voormalige Amerikaanse president. Wie zijn vrijheid opgeeft om meer zekerheid te gaan krijgen, gaan allebei verliezen. Ja, dat was toch Lincoln? Lincoln was het niet. Ik denk het was Jefferson of zoiets. Een van die, maar het speelt geen rol wie het was. Maar het was een van de vroege Amerikaanse presidenten. Maar ik denk niet dat het Lincoln was. Alleen ik kan niet zeggen dat het niet Lincoln was, maar ik denk niet dat het Lincoln was, laat maar zo zeggen. Het speelt ook geen rol wie het was. Kan iedereen voor zichzelf opzoeken. Ja. Maar dus het punt is, ja, het is ja zo gemakkelijk. Hè? Het is ja zo comfortabel. Dat is gelijk betalen met uw kredietkaart of met uw bankkaart. Dat is comfortabel, ja. Zolang als de overheid niet zegt van, op uw rekening, daar gaat geen cent niet meer vanaf. Dan staat je in de winkel daar. En wat doe je dan? Hè? Bij de bok, ja. Jij geeft bij wijze van spreken, door het gebruik van deze gemaksfaciliteiten, om het maar zo te noemen, geeft je de controle af. Als ik zelf cash geld in mijn pocket heb, dan bepaal ik aan wie en waar en hoe en wanneer ik het geef. Als ik alleen nog maar met die kaart kan betalen, dan ben ik afhankelijk van de genade
van de gratie van iemand anders die mij toestaat dat ik dan nog kan betalen. Mm-hmm. Dat beseffen veel mensen niet. Hè? Die zien alleen maar ja, de invoering van de euro, oh, allemaal zo gemakkelijk, we betalen allemaal met één munt en allemaal elektronisch en dat is wonderbaar. En kijk eens vandaag de dag, de meeste mensen doen al hun bankbusiness en zo via hun telefoon, hè? Via ja. hun smartphone. Ja. In vele winkels is ondertussen zover, daar is al genoeg als je met uw bankkaart in uw pocket daar langs voorbij gaat en dat geld wordt automatisch afgeboekt. Ja, ja, ja. Je ja. zelfs tot 25 euro geen pincode meer inpinnen. Ja? Dat kan zomaar afgeboekt worden bij u. Ik ben daar geen voorstander van. Ik heb al gehoord dat er bendes zijn en die gaan bij drukke feestgelegenheden met een apparaatje in een zak of in een rugzak of zo. Of in een tas. En dan komen ze vlak met het apparaatje bij de achterkant waar bij mannen de portemonnee zit. Of bij een vrouw in een handtas. Dan duwen ze het apparaat er tegenaan. En dan typ. €17,83. Allemaal van die variabele bedragen. Ja, ja. En het hoeft zelfs nog niet. Je hoeft er zelfs een keer 20 centimeter ernaast te staan. Dat ding werkt op enkele meters afstand. Echt waar, joh. Ja. Deze bankkaarten hebben een radiochip in zich, waarmee dat een verbinding tot stand gebracht kan worden. Waar is daar nog de veiligheid? Hè? Maar ja, kijk, de mensen geven graag al deze dingen op omwille van het comfort. Is toch zo gemakkelijk. Ja. Dat is ook de reden waarom dat veel mensen daar niks op tegen hebben, om uiteindelijk zich bijvoorbeeld een RFID-chip in te laten planten. Ik zal dat niet doen. Ik lijk me vooral, niet, je weet ook nooit niet wat er allemaal op zit. Ja. Nu gaat mij het niet met die RFID-chip over het teken van het beest, hè? Mark of the Beast. Mm-hmm. Dat is BS, hè? Wie daadwerkelijk gelooft dat de Bijbelse Mark of the Beast een RFID-chip is, die heeft de Bijbel niet begrepen, niet gelezen en niet verstaan. Maar kom, we zijn al een kleine 20 minuten bezig. We zijn nog niet begonnen met Genesis 3. Ja. Maar ik vind het was wel eens een keer een interessante uitweiding dat we ook hier eens een keer over gaan spreken. Mm-hmm. En ik wil nog een keer duidelijk die punt maken van jongens en meisjes, broers en zussen, als je dat hoort en je hebt interesse in. Ik weet niet of dat überhaupt iemand interesse heeft om dat te horen wat wij hier doen, want als ik onlangs keek op de statistieken op mijn kanaal, dan zag ik dat mensen uit Azerbeidzjan mijn video's in Nederlands gaan bekijken. Dan vraag ik me af hoeveel Vlaams spreken ze in Azerbeidzjan. Allee, zwart. Ja. Als het ook maar iemand interesseert, dat hem zich daar eens een keer een beetje in gaan verdiepen en dat hem eens een keer opmerkt dat niet alles wat van de overheid aangeboden wordt, want uiteindelijk is het de overheid die al die dingen aanbiedt, ook daadwerkelijk in uw eigen voordeel is en gemakkelijk is, gelijk dat ze beloven. Ja. Maar see what strings are attached, zal ik maar zeggen. Ja. Oké? Okay? Mag ik even een korte toevoeging doen? Je had het net over Lena, maar dat is niet de naam van jouw vriendin. Nee, dat is de naam van mijn hond. Of precies. Van de hond van mijn moeder. Ja. Even dat de kijkeraars dat weten. En wat je zei, de Mark of the Beast, dat op zijn Nederlands is dat het teken van het beest. En daarin wordt gerefereerd in het boek Openbaring. Het laatste en prachtigste boek misschien wel van de Bijbel. Kapitel 13, ja. Oh ja. Met een teken op je voorhoofd of in je hand. Maar die gaan we andere keer wel bespreken. Zullen we oppakken gewoon bij Genesis 3 vers 7? Want tot en met 6 hadden we hem gehad. Tenminste, dat heb ik even opgeschreven, hoor. Oké, dan zal ik gewoon de eerste paar versen nog een keer gaan lezen, zonder er verder op in te gaan. Maar om het in de stemming te brengen hiervan, is het niet slecht om dat eens een keer te herhalen. We zitten hier nog in het begin van het kapitel. Ja, okay? kom maar. Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, ye shall not eat of every tree of the garden? And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die, for God doth know that in the day ye eat thereof, your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eye, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. And the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together, and made themselves aprons.
die wilde jij misschien eens een keer vertalen als ik tot en met vers 7 gelezen heb. Ja, zal ik, ik ga niet helemaal. Ja. Zal ik hem dan ook vanaf vers 1 gewoon doen voor de continuïteit? Ja. Ja? Dat moet jij weten, hoor. Jo, misschien is dat goed. De slang nu was het listigste van alle dieren des velds die de Heere God gemaakt had. En zij zeiden tot de vrouw, die vrouw is dus een slang, hè? God heeft zeker wel gezegd, gij zult niet eten van enige boom in de hof. Toen zeide de vrouw tot de slang, van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, gij zult daarvan niet eten, noch die aanraken. Anders zult gij sterven. De slang echter zeide tot de vrouw, gij zult geenszins sterven, maar God weet dat ten dagen dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad. En de vrouw zag dat de boom goed was om van te eten en dat hij een lust was voor de ogen. Ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden en zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook haar man die bij haar was, en hij at. Toen werden hun beider ogen geopend, en zij bemerkten dat zij naakt waren. Zij hechten vijgenbladeren aan, één, en maakten zich schorten. Mm-hmm. Nou, nu mag jij reageren. Ja, een interessant punt over wat wij juist gelezen hebben, vooral dus in vers 7, is van dat hun ogen geopend werden, hè, en zij zagen dat ze nackt waren. Nu zegt iedereen van ja, ze zagen dus ineens dat ze lichamelijk naakt waren, maar het gaat hier ook over het spirituele naakt. Ja? Mm-hmm. Hun spirituele bescherming was weggenomen, omdat ze ongehoorzaam waren aan de Heer die hun gemaakt heeft. En het gaat dus niet alleen maar over de fysieke naaktheid, maar het gaat ook over de spirituele naaktheid. Nu, de leer in de gnostische wereld, dat wil zeggen de leer van de vrijmetselaars en dergelijke, is God is een gruwelijke God die de mensen gevangen gehouden heeft in onwetendheid en de slang heeft met de mensen het licht te geven. Ja? Mm-hmm. Hun ogen werden geopend, dus ze zagen in een keer het licht. Want als je ogen dicht zijn, zie je zwart. Mm-hmm. Maar als je ogen geopend worden, dan zie je ineens dat licht dat je omgeeft. En daarom is Lucifer de lichtbringer ook, onder andere. Ja. Dus in de gnostische leer wordt geleerd, door deze ogen te openen, ga je ineens een herkentenis kan krijgen. Hè, en daarop is het hele gnosticisme van de vrijmetselarij en alles erop gebouwd. Dat dus God een gruwelijke God was die die mensen in onwetendheid gevangen heeft en dat de slang door hun die fruit aan te bieden hun het weten en de herkentenis gebracht heeft en daardoor de mensen dus in feite pas ja goed en kwaad van elkaar kunnen onderscheiden. Maar als ik alleen maar goed ken, waarom zal ik dan het kwade willen leren kennen? Dus, ja. Ja, als, ja, ja, ja. Als de slang zegt hier in vers 5, then your eyes shall be opened and you shall be as gods, knowing good and evil. Mm-hmm. Ja, da zit dus een leugen in. Ye shall be as gods. En daar is ook onze hele maatschappij vandaag daarop opgebouwd. Wij zijn allemaal God. Iedereen is God. Mm-hmm. Ja? En deze verkeerde leer is al in de Garten van Eden. In het Hof van Eden toen begonnen geweest en zet zich voort tot de dag van vandaag. Klopt. En dus dat hun ogen geopend werden was, dat is bij wijze van spreken van het donker naar het licht komen en vandaar is Lucifer die lichtbrenger in de gnostische leer en dat heeft te doen met wat wij juist in Genesis hier gelezen hebben. Ja. Okay? Nu weet ik niet of dat jij nog een paar opmerkingen daarover doet, want het is niet alleen maar ik die Bijbel hier moet uitleggen. Hè? Ja, maar jij bent de meest kundige. Kom op, ere wie ere toekomt. Ja, ik ben is ook niet veel kundiger als jij, zin. Ja. Maar, wat ik nog net bedenk, in vers 7, and they made themselves aprons. Dat is de laatste frase van vers 7. Mm-hmm. Mm-hmm. Ze maakten zichzelf schorten. En toen moest ik denken
van, oh, daar komen die schorten van de vrijmetselarij vandaan. Want die mannen lopen toch ook met zo'n schortje? Dat is misschien niet verkeerd. Het zou kunnen, ik weet het niet zeker, want ik ben geen vrijmetselaar en jij ook niet. Maar... Ja, kijk, ik zelf bezie het anders. Ik heb daar ook niet uit bij stilgestaan, maar dat is, Perry, als we nu in de Bijbel lezen, dan krijg ik ook nieuwe herkentenis van de Heilige Geest ingegeven. Mm-hmm. En wat mij juist opkomt, zoals die gedachte van bij jou, is een gedachte van bij mij. Zij maken zichzelf van vijgenbladeren, mm-hmm, deze beschermende schorten. En een stukje later, in dezelfde kapitel dat wij gaan lezen, krijgen ze schorten van God, van lamsvel. Oké. Okay. Ja? Nu, zie een keer die samenhang tussen zij maken zich van vijgenbladeren, dus van planten, mm-hmm, die schorten, zij maken zich die zelf van planten, of ze krijgen van God die van een geslacht lam. Ai, ja. Snap je dat verschil? Ik voel hem al hangen. Ja, ja. Ja, dat is in feite al een verwijzing naar Jezus Christus. Ja. En dat zonder het vergieten van bloed zonde niet kan vergeven worden. Ja, dat is het dogma van de Bijbel. Hè? Mm-hmm. Nu, de punt is, Kain heeft zijn eigen vruchten naar de offertafel gebracht, mm-hmm, om God te plezieren. Mm-hmm. Alhoewel God duidelijk gezegd heeft van, ik vraag een bloedoffer. Mm-hmm. Wij komen daar nog op als we dat lezen. Ik neem het nu een beetje voor weg. Mm-hmm. Maar het is belangrijk om dit stukje hier ook goed te kunnen gaan begrijpen. Kain heeft dus met zijn eigen werk voor verlossing willen gaan zorgen. Mm-hmm. Adam en Eva hebben hier met hun eigen werk voor bescherming willen zorgen. Mm-hmm. Zie je, okay, die samenhang? Ja, ik zie hem. En ik ga ervan uit dat dit ook goed overkomt voor degenen die hier naar luisteren. Ik hoop het ook. En anders kunnen ze een commentaar zetten bij onze video's. Vragen ze, leg het alsjeblieft nog een keer uit. Ja. De Bijbel is een boek die in weinige woorden heel veel vertelt. Mm-hmm. De Bijbel heeft maar een zin van 10 of 15 woorden nodig om u in feite de informatie van een hele encyclopedie te geven. De kunst is om dat daaruit te kunnen gaan trekken. De kunst is om die samenhangen te zien. Ja. Men zegt normaal gezien, als je een boek leest, ik heb het nu niet over een roman of zoiets, zoiets belachelijks. Mm-hmm. Maar dat men hier en daar de punten moet met elkaar connecteren. Connect the dots. Ja, je verbinden. En, ja, en tussen de lijnen lezen, of tussen de, hoe zeg je dat, read between the lines. Ja, tussen de regels doorlezen. Tussen de regels, dank je. Ja, dat woord kwam ik niet op. Tussen de regels. Tussen de regels lezen. En als je tussen de regels leest, dan krijg je ineens een zicht op dingen die je daarvoor niet had. Yes. En dit is hier met de Bijbel exact hetzelfde. Als wij zien dat zij hebben ineens begrepen dat zij dus verkeerd waren en dat ze hun bescherming verloren hadden, hebben ze zichzelf van vijgenbladeren schorter gemaakt om zichzelf te bedekken. Ja. Maar deze bedekking was niet voldoende, want God heeft hun later dat van een geslacht lam gegeven. Ja. En men zegt aan een andere plaats reeds, Jezus Christus, het lam dat geslacht werd, even voordat de aarde opgericht werd. Ja. The lamb slain before the foundation of the world. Daar moet men eens een keer eventjes rekening mee houden als we dit hier lezen. We zijn nog niet zo ver, nee, daar komen we direct naartoe. Maar spoiler alert. Maar ik denk dat dat heel belangrijk is, dat we proberen als we de Bijbel te lezen, en dat vind ik nu echt een heel belangrijke punt, Perry. Als wij de Bijbel lezen, dan lezen we de Bijbel niet gelijk Moby Dick. Mm-hmm. Of Stephen King's Pet Sematary. Ja, of dat boek In de Band van de Ring. The Lord of the Rings. Maar we lezen de Bijbel op een spirituele manier. Mm-hmm. Want,
en dat is een van mijn absolute lievelingsversen geworden. Hij was het waarschijnlijk al altijd, maar ik was me daar nog niet zo bewust van. En ik ga daar eventjes een keer naartoe. Sta mij toe, Perry. Mm-hmm. Ik ga een keer afdwalen even naar het Nieuwe Testament. Ga maar. Ja? En ik ga in het Nieuwe Testament eventjes naar het boek van de Efezers. Oké. Okay. Ik ga kijken of ik met je mee kan typen. Ja, doe maar rustig. Efezer kapitel 6. Ik vind dat zo belangrijk, en dat is ook tijdens onze Bijbelstudie een paar weken geleden uitgekomen, dat je het van nog nooit heeft iemand daarbij zo stilgestaan, van onze groep zeker. Het was, die herkentenis was voor Tom nieuw, die herkentenis was voor Brett nieuw, en die herkentenis was voor mij nieuw. Maar als ik het las, Efezer kapitel 6, vanaf vers 12. Hebt jij dat in uw scherm? Voor de mensen kunnen meelezen? For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. En nu komt het. Wat is de hele harnas van de Heer? De hele bewapening van de Heer die ik moet aandoen? Nu komen niet 1, niet 2, niet 3, niet 5, niet 4, niet 5, niet 6. Nu komen 7 punten. 7 is de goddelijke getal van perfectie. En daarom komt die altijd terug in de Bijbel. Daniel's 70ste weken. Enzovoort. De zevende dag, die de Sabbat is. Zeven heeft altijd een bijzondere betekenis. Nu gaan we eens een keer 7 dingen gaan opzommen die de hele harnas uitmaken. Het hele wapengereedschap met dat wij ons moeten gaan beschermen om in deze spirituele oorlog tegen de principaliteiten, of hoe zeg je dat in Vlaams? Tegen deze machten en heersers van het zware, van het zwarte, van de donkerheid in deze wereld te kunnen gaan vechten. Wat zijn die 7 wapens? Stand therefore, having your loins girt about with the truth. Punt 1. Truth. Mm-hmm. Waarheid. Ja? And having on the breastplate of righteousness, ja. Gerechtigheid, wapen nummer 2. And your feet shod with the preparation of the gospel of peace, wapen nummer 3, het evangelium van de vrede. Above all, taking the shield of faith, nummer 4, geloof, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. And take the helmet of salvation, dus de helm, de kap van de verlossing. And the sword of the spirit, dat is dan nummer 6, which is the word of God, de Bijbel, het woord van God. Praying always with all prayer and supplication in the spirit. Praying always, bidden. En op een andere plaats in de Bijbel lezen wij, ik kan het alleen in Engels zeggen, the prayer of a righteous man availeth much. Ja? Even kijken, dan ga ik, inmiddels heb ik Efeziërs voor mij. Ik dacht dat je Nederlands. Ah, Nederlands, ja, oké. De Nederlandse, ja. Ja. Dan moet ik even kijken, want die principalities. Dus deze 7 punten, dat begint dus in vers 14, ja. Ho, een mooi vertaald is dit. Oh, die moet ik gelijk uitgooien. Doet de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden. Tegen de machten, tegen de wereldbeheersers deze duisternis. Rulers of evil, denk ik dan gelijk. Dus ja, exact. Ja. Ja. Tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neem daarom de wapenrusting Gods om weerstand te kunnen bieden in de boze
in de boze dag en om uw taak geheel vervuld hebbende stand te houden. Mm-hmm. Ja. Nou goed, dat ja, was een mooie... Ga maar verder, want dan ja? Waren je die 7 punten een keer in Vlaams. Ja, dat is goed. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het panzer der gerechtigheid. 2, gerechtigheid. Ja. De voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. Nummer 3. Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand. 4. Waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven. En neemt de helm des heils aan. Dat is dan 5. En het zwaard des geestes. Dat is het woord van God. 6. En bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken. Bij elke gelegenheid in de geest. Daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Dat is 7, denk ik dan. Bidden, ja, dat bidden is punt 7. Dat zijn die 7 punten, dat is de hele wapenarij, of hoe je dat genoemd hebt. Ja. Die wij moeten aantrekken om in deze oorlog, die geen vleeselijke oorlog, maar een spirituele oorlog is, kunnen gaan bestaan. Yes. Ja? En dat vond ik gewoon in onze Bijbelstudie toen. Ik vond dat zo fantastisch om dat verstand een keer te hebben van wat is de hele wapenarij van God? Mm-hmm. Waar gaat het over? En die kun je alleen maar aandoen als je in Jezus Christus staat. Ja. En dan heb je alles. Klinkt nu misschien bruut, maar de wereld is bruut. Het leven is bruut. Dat lijkt me wel, ja. Als je niet in Jezus Christus staat, dan heb je geen grond om op te staan en dan heb je geen wapen om u te verdedigen. Ja? Klopt. En dit wordt, denk ik, heel duidelijk door Efesus 6 hier een keer te lezen. Nu, waarom heeft Efesus 6 in samenhang met Genesis, wat wij juist gelezen hebben? Nou wel, hier hebben Adam en Eva zichzelf schorten gemaakt. En dat waren niet de schorten die door God aanvaard worden. Want hij heeft later, daar komen we nog naartoe, voor andere schorten voor hen gezorgd. Ja. Zij hebben verkeerde wapens al hier gebruikt, in dit opzicht. Met de beste intentie, maar dat doen de meeste mensen ook. Hè? Die katholieken die ik ken en die zondags naar de katholieke kerk gaan en de godsdienst gaan volgen, dat zijn vriendelijke, positieve, toffe mensen. Maar ze zijn bedrogen. Ja, dat klopt. Nu laat ons in Genesis nog eventjes verder lezen. Anders hebben we bijna een uur gedaan. En komen om, om alleen maar vers 7 te doen. Ja, dat is echt schandalig hoor. Dat kan niet. Ja, nee, dat kan echt niet. Nee, natuurlijk wel. Ga maar lekker door. Vers 8. And they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden. And the Lord God called unto Adam and said unto him, Where art thou? Da zijn natuurlijk veel mensen die zeggen van, als God toch alwetend en almachtig is, waarom vragen dan waar Adam en Eva zich verbergen, dan zal hem dan nog moeten weten. Ja. Natuurlijk weten we het. Maar spreekt God altijd zo met u, dat hij met u al op voorhand allemaal zegt, of wil hem u ook nog zelf de kans geven om eens een keer te reageren en na te denken? Aha. Voor je eigen. Huh? Dat is hier exact hetzelfde. Natuurlijk weet God waar het is. God wist al op voorhand dat Adam en Eva in de zonde zouden vallen. Ja? Dat wist hem allemaal op voorhand. Maar daar gaat het hier in dit geval niet om. Hier gaat het erom dat Adam en Eva denken dat ze zich daadwerkelijk van God kunnen gaan verbergen. En dat kan niet. Daar zijn andere plaatsen in de Bijbel ook, waar daarin staat dat ook al graaf hier in de diepste berg op deze aarde in, bij wijze van spreken, God ziet je toch altijd. Ja, ja, ja. Voor God kan je je niet verbergen. Ja, en dat wordt de eerste keer hier duidelijk. Ja?
dat ze zich bij wijze van spreken ergens tussen de bomen gaan verstoppen. Maar weet je dat eventjes, wil je dat eventjes een keer in Nederlands eerst voorlezen of zal ik verder gaan? Als je nog één stukje verder pakt, even kijken. Want, ja, vers 10. Ja, doe maar, ja. And he said, I heard thy voice in the garden and I was afraid because I was naked and I hid myself. So dat is dus Adam die in dit geval met God spreekt. Die zegt van, ik heb je stem in de garden gehoord en ik had schrik. Omdat ik naakt was en ik heb mijzelf verstopt. Ja. En hij, nog een keer, hij spreekt hier niet over de fysieke naaktheid. Hij spreekt hier over de spirituele naaktheid. And he said, and deze hier nu is natuurlijk God. Ja? Ja. Het enige wat ik hier aan vreemd vind, is dat de hier niet een, met een hoofdletter geschreven is. Ja. Dat zou eigenlijk met een hoofdletter geschreven zijn, om aan te duiden van dat het God is. And he said, who told thee that thou wast naked? Hast thou eaten of the tree whereof I commanded thee that thou shouldst not eat? Wie heeft je verteld dat je naakt was? Ja. Heb je reden van die boom waarvan ik, waarvan ik je bevolen heb om niet van te eten? And the man said, the woman whom thou gavest to be with me, she gave me of the tree, and I did eat. Uh-huh. Dus dat eerste wat Adam doet, als hij direct geadresseerd wordt van zijn vader, die hem geschapen heeft en die hij alle beesten van de aarde uit het niets heeft zien schapen, is van, ja maar hé, ik ben niet schuld, kijk, dat wijfel die mij gegeven hebt, dat is schuld daaraan. Ja. En daar is nu de fout van Adam. Adam is verantwoordelijk voor zijn vrouw. Christus is het hoofd van de kerk. En in het huishouden is Christus het hoofd van de man en de man is het hoofd van de vrouw. Mm-hmm. En Adam heeft het vertikt om zijn verantwoordelijkheid tegenover zijn vrouw op te nemen. Daar sla je de spijker op zijn kop. En dat is de punt die ik wilde maken en die de nieuwe herkentenis was die ik gewonnen had in de val van. Christus is verantwoordelijk voor de man als de man verantwoordelijk is voor de vrouw. Zal ik hem even in Nederlands doen? Voor de continuïteit? Ja? En de Heere God, met hoofdletter H, hoofdletter G. En de Heere God riep de mens tot zich, met een hoofdletter Z. En zeide tot hem, waar zijt gij? En hij zeide, dat is Adam, toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd, want ik ben naakt. Daarom verborg ik mij. En hij zeide, dat is met een hoofdletter H dan wel, oh, dat is een 11. Oh, hier staat wel een hoofdletter H. En hij, dus dat is een God, zeide, wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Hebt gij van de boom gegeten, waarvan ik, met een hoofdletter I, u verboden had te eten? Toen zeide de mens, de vrouw die gij aan mijn zijde gesteld hebt, die heeft mij van de boom gegeven en toen heb ik gegeten. Even kijken, hoe ver ben je gekomen? Tot daar. Tot daar, hè? Okay. Mm-hmm. And the Lord God said unto the woman, what is this that thou hast done? And the woman said, the serpent beguiled me, and I did eat. Dus Adam wijst de schuld naar zijn vrouw en neemt zijn eigen verantwoordiging niet op, want hij is verantwoordelijk voor de daden van zijn vrouw als hij haar hoofd is. En de vrouw schuift nu die verantwoording af op dat beest, op de slang. Ja. De slang heeft mij vervoerd en ik heb geëten. Ja. And the Lord God said unto the serpent, because thou hast done this, thou art cursed above all cattle and above every beast of the field. Upon thy belly shalt thou go and dust shalt thou eat all the days of thy life. En dan 15, dan gaan we even door. Dan ga ik hem weer vertalen. Ja? Juist vers 15 is zo belangrijk. Zo enorm belangrijk dat we daar onze tijd voor moeten nemen om deze vers heel goed te bestuderen. Mm-hmm.
Dus ik herhaal nog eens een keer vers 14 en daarna komt vers 15. Mm-hmm. Belangrijk is dat jullie verstaan dat de King James Bijbel, die ik hier in handen heb, bepaalde tekens gebruikt op bepaalde plaatsen. Zij gebruikt bijvoorbeeld sterretjes, die volledig met kleur uitgevuld zijn, kleine zwarte sterretjes, of sterretjes die volledig niet uitgevuld zijn met kleur, dus alleen maar de vorm van de ster hebben, maar dus binnen dezelfde kleur als de achtergrond van het papier hebben. Mm-hmm. Deze sterretjes staan voor profetieën. Mm-hmm. Als de ster doorzichtig is, gelijk die hier naast vers 15, dan gaat het over een profetie die op dit ogenblik van het, waar het geschreven staat, nog niet vervuld is. En als die ster zwart is, dan is dat een teken dat het hier gaat over een profetie die wel reeds vervuld is. Mm-hmm. Dus ik ga eventjes nog een keer vers 14 lezen en dan vers 15, omwille van dat die twee absoluut samenhangen. Men moet ze samen verstaan. Mm-hmm. And the Lord God said unto the serpent, because thou hast done this, thou art cursed above all cattle and above every beast of the field. Upon thy belly shalt thou go, and dust shalt thou eat all the days of thy life. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Yep, dan pak ik hem even op zijn Nederlands. Even kijken, wat wil ik nou... Even kijken. Vers 14. Vers 14. Daarop zeide de Heere God tot de slang, omdat gij dit gedaan hebt, zult gij vervloekt onder al het vee en onder al het gedierte des velds, op uw buik zult gij gaan, en stof zult gij eten, zolang gij leeft. En ik zal vijandschap zetten tussen u, dat is de mens, en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad. Dit zal u de kop vermorselen, en gij zult het de hiel vermorselen. De kop kosten, dat is ook een Nederlands gezegde. Als je een slechte zakendeal aangaat. Een ja, in Duits ook, hè? Ja. Dat wil dich den Kopf kosten. Ja. Ja. Maar je was daar juist verkeerd als je zei tussen u zaad en dat is de man. Dat is verkeerd, uiteraard. Oh. Even kijken hoor. Dus we spreken hier over de zaad van de slang, hè? Aha. And the Lord. And I will put enmity between thee. Hij spreekt. Na de slang, hè? Nog steeds, ja, ja. Vers 14 nog altijd, hè? Mm-hmm. En ik zal vijandschap scheppen, of scheppen, tussen de slang, jou, ja. De slang, en de vrouw. Ja. En between haar zaad, uh-huh. Of tussen jouw zaad en haar zaad. Ja, ja. Haar zaad zal jouw kop indrukken, en jij zult zijn vers. Ja, in zijn vers bijten bijvoorbeeld of zo. Hè. Je zult zijn vers gaan verletzen, zeggen we in Duits. Wat is dat in Vlaams? Ja, even kijken. Hier staat al. Gij zult het de hiel vermorselen. Daar staat er dan. Nee, dit zal de kop vermorselen en gij zult het de hiel vermorselen. Even kijken hoor. It shall bruise thy head. Is dan de head is van de slang? Mm-hmm. And thou shalt bruise his heel. Dus het gaat erover van dat de slang in feite niks anders kan doen als in de vers van hem te bijten. Oké? Okay? Mm-hmm. Daar gaat het in feite over. Nu, de punt is het volgende hier. And I will put enmity between thee and the woman. Dus ik zal vijandschap scheppen tussen jou, de slang en de vrouw. De slang staat hier voor het euvel. Mm-hmm. En als we later in Openbaring, dus helemaal op het einde van de Bijbel lezen, mm-hmm. staat de slang voor de duivel, voor Satan. Ja. En een vrouw staat voor Abbe Perry. De kerk. De kerk. En daar zal dus vijandschap gezaaid worden tussen de duivel
en de kerk. Ja. Dat is de spirituele betekenis van dit. Yes. En in de wereldelijke wereld hiervan, in het wereldelijke verstaan hiervan, wil dat zeggen dat je twee bloedlijnen gaat hebben. Dat is een zaad. Ja? Je gaat een rechtvaardige lijn hebben en je gaat een onrechtvaardige lijn hebben. Ja. Je gaat die lijn hebben met de mensen van het teken van Kain op hun voorhoofd en je gaat een lijn hebben met het teken van God op hun voorhoofd. Mm-hmm. En tussen die twee is vijandschap gezaaid. Oh, ja. Dat heeft God hier gedaan. Vers 15 is zo belangrijk en daarom ook die ster, want jullie zeggen van waarom zegt hij met die ster, onvervulde profetie. Vers 15, nog een keer, heel rustig. Mm-hmm. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Jezus Christus aan het kruis heeft de kop van de duivel ingetrapt, omdat hij door aan het kruis te gaan de dood overwonden heeft, want hij is na 3 dagen heropgestaan. Mm-hmm. En de duivel heeft niks anders kunnen doen als eventjes een keer naar zijn vers gaan snappen. Van, ik kan je daar een pieksen. Maar heeft het niet kunnen doen, want meer macht heeft de duivel niet over God. Mm-hmm. Ja? De ster, de onvervulde ster, hier is je naast, omwille van dat het hier gaat over de eerste. Over de eerste. Ach, hoe zeg je, ik kom niet op het woord. Mentioning. Mm-hmm. Hoe zeg je dat in Vlaams? Ik probeer hier mee te denken. the first mentioning of Jesus Christ. Oh, de mention, de eerste... Vernoeming. Vernoeming, ja, ja. Ja, hier gaat het over de eerste keer dat hier van de verlossing gesproken wordt. Mm-hmm. Hier gaat het erover dat God direct zegt van, kijk, jij hebt dat gedaan en daarom zal ik vijandschap zetten tussen jullie twee. Dus jullie twee kunnen niet met elkaar gaan, want... En op een andere plaats in de Bijbel staat duidelijk geschreven, how can two walk together lest they agreed? Mm-hmm. En vijanden stemmen niet met elkaar overeen, daarom zijn ze vijanden, want met wie ik overeenstem, ben ik bevriend. Gelijk ik met Perry bevriend ben. Ja. Want hij houdt de Bijbel als zijn basis van autoriteit. Gelijk ik dat ook doe. En we doen dat zelfs nog met dezelfde Bijbel. Wij zijn in, zoals men zo schoon in Engels zegt, in agreement, in overeenstemming. Mm-hmm. Maar God zaait hier vijandschap tussen de ene zaad, tussen de ene lijn en de andere lijn. En hij zegt hier ganz duidelijk, en de lijn van de vrouw zal jou uiteindelijk de kop intrappen. En dat enige wat jij kunt doen, is hem in de hiel pieksen. Mm-hmm. Meer kunde jij niet doen. Hier weet de duivel al direct dat hij de hele oorlog gaat verliezen. Hij gaat hier en daar een, ik weet niet wat, in Duitsland spreken we, in Duits spreken we van Schlacht. Ja? Eine Schlacht gewinnen. Ich kann eine Schlacht gewinnen, aber damit gewinne ich noch nicht den Krieg. Ja, ja, de strijd kan je winnen, maar niet de oorlog. Ja, voilà, dus ik kan het een of andere gevecht gewinnen, of de een of andere strijd, maar daarmee heb ik de oorlog nog niet gewonnen. Ja, een duivel zal hier en daar eens een keer een strijd winnen, maar de oorlog gaat hem verliezen. En dat zegt God hier heel duidelijk. Ja. Okidoki, ik zit ook de tijd in de gaten te houden. Ja, weet ik ook, ja. Perry. Maar, kijk, mag ik nog zijn... even een... jou? Jij mag nee, even, ik, ja, kom maar. Ja. Nee, snijd me nu niet het woord af. Ik vind het zo belangrijk dat wij die mensen duidelijk maken, als we deze paar versen in de Bijbel gaan studeren, dat ze heel goed verstaan voor wat vers 15 uiteindelijk staat. Vers 15 is de allereerste keer de vernoeming van de verlossingskracht van Jezus Christus voor de mens. Juist nog maar een paar minuten eerder, bij wijze van spreken, is de mens in zonde gevallen. En hier zegt God al direct, ik heb al een lang plan daarvoor gemaakt. Ik ga vijandschap zaaien tussen jouw zaad en tussen de zaad van de vrouw. En zij gaat uiteindelijk overwinnen, want zij, haar zaad gaat jou de kop intrappen. En jij kunt hem alleen maar in de hiel bijten. En dat is het. Oké, ter afronding wil ik eventjes stilstaan. Ik heb weer heel veel films gekeken. Ook naar Inglourious Basterds van Quentin Tarantino.
En Quentin Tarantino heeft heel veel aparte films gemaakt, waaronder Van Dusk Till Dawn. Dus het is als de schemering tot de zonsopgang of zo. Hè? En daarin is een hoogtepunt een scène waarin een hele mooie vrouw met een hele mooie slang een dansje gaat doen. Dan kan je al voelen... Nou, je weet het zonder meer al, want als je kijkt naar het werk van Quentin Tarantino, je wordt er niet echt blij van. Je hoopt dat het goed afloopt, maar het is nooit zo. En er zit ook helemaal geen boodschap in. En het refereert dus aan iets wat hier haaks op staat. Want er moest Adam niet hier komen, tussen de slang en de vrouw. En niet dat die vrouw met een slang om de nek gaat lopen, van kijk eens wat een leuke halsband, en dan nog een showtje geven. Ja. Nou, ik heb met verbazing en heel veel aandacht naar je geluisterd, Jurk. En jij mag het laatste woord hebben, anders sluit ik af op z'n gewoons. Ja, sorry. Die mensen die deze video gaan bekijken, die gaan zich ook op het einde vragen van wat geeft Perry dan een titel aan van lezen van Genesis van vers 7 tot en met 15, waar het eerste halve uur over iets volledig anders gaat. Maar het gaat in zijn totaliteit over Bijbelstudie. En het gaat over deze onrechtvaardige wereld in die wij leven. En deze wereld moeten we gaan verstaan. En als we deze wereld als we tegen deze wereld in strijd willen gaan trekken, dan moeten we het hele harnas of de hele wapen, hoe zeg je dat? Het harnas is correct vertaald. Het hele harnas van God aantrekken. En daarvoor moeten we weten wat het is. Om te weten wie onze vijand is, moeten we ook weten wie onze vriend is. Want als we onze wapens niet kennen, met die wij ons tegen onze vijand kunnen gaan verdedigen, dan hebben we geen verdediging. Dan staan we gelijk Adam en Eva in de Garten van Eden met zelfgemaakte schorten van vijgenbladeren en kunnen ons niet verdedigen. Ja. En dan zijn we verloren. En dat is het doel van de duivel. Die wil dat de mensheid verloren is. Die wil de mensen verloren zijn. Want hij is zelf hoger dan God. Meent hij. Mm-hmm. Dat fordert hij. En als hij dat in de hemel gevorderd heeft, heeft God gezegd van, ik smijt je buiten, jong. En dan zie je maar hoe dat er klaarkomt. Ja. Mij krijgt hij niet van mijn troon gesmeten. Maar ik ga op aarde mensen gaan zetten die ik even hoog ga aanrekenen als mij. Dan gaan we een keer zien of dat je hun van hun troon gaat afsmijten. En dat is de duivel zijn doel. Heel die tijd dat hij deze wereld regeert. Geweldig. Ik dank u allemaal voor het luisteren en kijken van deze video. En ik hoop dat jullie daar iets van geleerd hebben. En als je vindt dat ik ergens iets verkeerd vertel, het is ook maar mijn verstaan van de Bijbel dat ik hier leer. Ik persoonlijk zie daar geen fout in, maar dat is iedereen. Die zien nooit in dat ze zelf fout zijn. Als je vindt dat ik ergens fout mee ben, wijs me daar dan op en gebruik Bijbelse referenties waar ik fout mee ben. En anders, als je met mij overeenstemt, ja, dan ben ik blij als je deze video deelt, zelf oplaadt op je eigen kanaal of in elke... of welke sociaal netwerk ook dat je deel van hebt, en dat je dat woord van God bekend maakt, gelijk Jezus Christus ons opgedragen heeft. Go into the world and preach the gospel to the whole creation. Yep. Ja? Aan de hele creatie moeten we het woord gaan spreiden. En de tijd is nu, mensen. De tijd is nu. Yep. Bedankt voor het luisteren en kijken. Tot de volgende keer. Mogen God jullie wegenen, zegenen, en altijd een beschermende hand over jullie houden. Tot de volgende keer. Jörg van Joggler 66, Hour of the Truth, zegt bye bye of tschüss. Ja, nou dat wou ik ook net zeggen, Jörg. Want ik kan het hamburgers volgens mij beter dan jij, hoor. Ik zeg altijd tschüss. Hey, dag lieve luisteraars. Hartstikke fijn dat jullie dit uitgeluisterd hebben. En ik hoop dat jullie net als ik razend benieuwd zijn hoe dit spannende verhaal af gaat lopen. En tot die keer. Doei.